bescheiden verhaal maken met een wel degelijk heel ambitieuze titel. Namelijk nieuw werk, eerlijk werk, goed werk, het ideaal van volledige werkgelegenheid in de 21ste eeuw. Dus dat is in ieder geval vast. Niet als goed. In 1936, een jaar na het plan van de arbeid, schreef Keynes in zijn General Theory: de grootste zwakte van ons economisch stelsel is het onvermogen om te zorgen voor volledige werkgelegenheid en de willekeurige, oneerlijke verdeling van vermogen en inkomen. Dat citaat, Monika heeft het eigenlijk uitgelegd, is niet verouderd. Nederland telt na ruim 5 jaar crisis bijna 700.000 werklozen. En net als in de jaren 30 van de vorige eeuw is het belang van werkgelegenheid, van volledige werkgelegenheid, evident. Een baan geeft inkomen, welzijn, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling, sociale contacten en structuur. Mensen met baan zijn gelukkiger en gezonder dan mensen zonder. En ook de maatschappij als geheel profiteert. Welvaartsgroei, een breder draagvlak voor de verzorgingsstaat. Volledige werkgelegenheid komt juist ten goede aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Als de werkloosheid toeneemt, worden zij onevenredig hard getroffen. Ter illustratie, de werkloosheid in Nederland onder autochtone Nederlanders steeg de afgelopen 5 jaar met nog geen 4%, die onder Nederlanders van Marokkaanse komaf met meer dan 11%. Werkloosheid onder academici steeg met 1,5%, maar onder mensen met alleen basisonderwijs met meer dan 7%. De rekening van de crisis wordt dus met name betaald door mensen die toch al kwetsbaar zijn. Volledige werkgelegenheid, of liever gezegd zo volledig mogelijke werkgelegenheid, is dus een belangrijk doel. Maar zou het ook haalbaar zijn? Of is het een ideaal dat per definitie altijd achter de horizon verdwijnt? Hierover veranderen de beelden heel snel. Niet heel lang geleden werd met grote stelligheid beweerd dat de vergrijzing zou leiden tot structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Nu wordt met dezelfde bijkans apocalyptische overtuiging gewaarschuwd voor blijvend hogere werkloosheid door technologische ontwikkeling en vooral door robotisering. Daaraan zien we dat lange termijnvisies op de arbeidsmarkt ook aan conjunctuur onderhevig zijn. En misschien wel aan hype. Voor de val van Lehman Brothers was onze arbeidsmarkt eeuwig krap en bestond het idee dat die door de vergrijzing eeuwig krap zou blijven. Nu is de werkloosheid hoog en de arbeidsmarkt ruim. Dan wordt er gesteld dat dat altijd zo zal blijven door de robotisering. Laten we eens kijken of we los van die conjunctuur en de hypes vandaag het eens kunnen worden over de toekomst van de arbeidsmarkt op lange termijn. De arbeidsmarkt is, dat is waar, voortdurend in verandering door vergrijzing, globalisering, technologische vooruitgang en vooral ook door het steeds kennisintensiever worden van de economie in Nederland. De verwachting dat de vergrijzing niet zal leiden tot krapte op de arbeidsmarkt kan nu wel geuit worden. Dat komt mede door het besluit om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. In 2021 zal die zijn gestegen tot 67 jaar en daarna mee met de levensverwachting. Een aanzienlijk deel van de verwachte daling van de beroepsbevolking wordt daarmee teniet gedaan. Dat betekent niet dat vergrijzing ons niet voor allerlei uitdagingen stelt. Door de vergrijzing en die hogere AOW-leeftijd stijgt de gemiddelde leeftijd van werken in Nederland en zijn mensen langer actief op de arbeidsmarkt. Dat vraagt dus of anders nadenken over hoe mensen fit en met plezier hun pensioen gaan halen. Gezond en veilig werken, uit de tijd van de ANDB, voor het eerst echt groot op de agenda, is daarmee terecht weer terug op de agenda. Maar van de structurele krapte zal naar mijn overtuiging geen sprake zijn. Dat geldt niet voor de hele arbeidsmarkt. Op sommige plekken zal wel degelijk tekort zijn, met name bij de hoger opgeleiden. Waar de beelden en de verwachtingen over de arbeidsmarkt veranderen, is er één constante factor. Dat is de behoefte aan steeds hoger opgeleide beroepsbevolking. Lang hield het aanbod van hoger opgeleide gelijke tred met de toegenomen vraag, waarbij steeds beter opgeleide jongeren de plek innamen van minder goed opgeleide ouderen, met als gevolg een gestaag toenemend gemiddeld opleidingsniveau. Daarvan raakt nu direct eruit. Er lijkt een versnelling in de vraag naar hoger opgeleide. En dat zie je ook terug in een groter loonverschil tussen hoger opgeleide en lager opgeleide. In 1995 was het bruto loonverschil tussen iemand met mbo en iemand met universitair diploma 37%. In 2009 is dit gestegen tot ruim 50%. En de verwachting is dat dit loonverschil tussen hoger en middelbaar opgeleide de komende jaren nog veel verder toe zal nemen. Hierdoor wordt de hele inkomensverdeling scheef getrokken. Ongelijkheid in een land kan worden afgemeten aan 3 vragen. In de eerste,
Welk deel van de welvaart komt terecht bij de productiefactor arbeid? Wat gaat er naar de lonen? En welk deel komt er bij de productiefactor kapitaal? Ten tweede, hoe gelijk zijn die lonen verdeeld? En ten derde, hoe gelijk zijn de vermogens verdeeld? En als je naar die drie indicatoren kijkt, dan zie je zowel in de Verenigde Staten als in Europa toenemende ongelijkheid. De afgelopen 20 jaar is het arbeidsinkomen als percentage van de welvaart afgenomen, ten gunste van kapitaalbeloning. Gemiddeld daalde de AIQ, de arbeidsinkomensquote, in landen van de OESO van 66% tot 62%. Tegelijk nam het loonaandeel van de 1% best betaalde toe met 20%. Vooral door gestegen beloningen voor CEO's en andere topmanagers. En zelfs in meer egalitaire landen als Duitsland, Denemarken en Zweden neemt de kloof toe tussen de rijkste 10% en de armste 10%. Monika zei het in haar verhaal. Het loon van een gemiddelde werknemer bleef als gevolg van deze ontwikkelingen achter. Productiviteit groeide tussen 1999 en 2011 twee keer zo hard als het gemiddelde loon. Kortom, in vrijwel alle ontwikkelde economieën is de loonverdeling schever geworden en de arbeidsinkomensquote gedaald. En het beeld is daarmee dat kapitaalverschaffers en het topsegment zich een steeds groter deel van de taart toe-eigenen. Als je die ontwikkelingen op je in laat werken, dan is er nu 80 jaar na Keynes weinig veranderd. Het economisch stelsel is niet in staat om te zorgen voor volledige werkgelegenheid en leidt tot een oneerlijke verdeling van vermogen en inkomen. Maar dan doen we onszelf tekort. Keynes schreef die woorden niet om een natuurwet te omschrijven en over te gaan tot de orde van de dag. Keynes schreef die woorden juist omdat hij geloofde in verandering. Het stelsel kon aangepast worden om wel voor volledige werkgelegenheid na te streven en vermogen en inkomens eerlijker te delen. Monika C. hield het ons net voor. Het zijn de politici die dat beïnvloeden. Het is geen natuur, het is geen natuurverschijnsel. Het stelsel van de jaren 30 is intussen op geen enkele manier meer te vergelijken met vandaag. De romantische kolijnvergelijkers hebben wat dat betreft echt ongelijk. Er zijn arbeidswetten gekomen die mensen beschermen en meer invloed geven op hun werk. Er is sociale zekerheid die mensen beschermt tegen pech wanneer ze even of voor lange tijd niet in staat zijn hun eigen brood te verdienen. En er is, met vallen en opstaan, de afgelopen decennia steeds weer getracht zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Het is ook niet voor niets dat er onder het algemeen internationale beeld dat ik schetste ook grote verschillen bestaan tussen de landen. Nederland neemt daarin een bijzondere positie in. Dezelfde trends zijn zichtbaar, maar veel gematigder dan in andere landen, zoals de Verenigde Staten. Geen natuurwet, maar gevolg van actief overheidsbeleid, waar we in mijn ogen trots op mogen zijn. Aan de andere kant zie je in Nederland dat het aandeel flexibele arbeid veel hoger is en veel sneller is toegenomen dan in andere landen. En flexibele arbeid komt vooral veel voor in het laag geschoolde en het laag betaalde werk. Ook dat is helaas een gevolg van hoe we zelf ons stelsel hebben ingericht. Kort samengevat kun je zeggen dat de lager betaalde internationaal vooral hebben ingeleverd in termen van inkomen en in Nederland vooral in termen van werkzekerheid. Dat is voor mij een belangrijke reden geweest om de groei van de flexibele schil in te dammen met de wet werk en zekerheid en met het bestrijden van de schijnconstructies die ook in Nederland welig tieren. Als je praat over inkomensverdeling gaat het doorgaans over de ontwikkeling van de hoge inkomens ten opzichte van de lage inkomens. De laatste jaren zie je in veel landen echter een opvallende ontwikkeling waarbij de middenklasse onder druk staat. Zowel in termen van lonen als in termen van werkgelegenheid. De polarisering van de arbeidsmarkt. In de VS en in verschillende Europese landen is het aantal laag- en hooggeschoolde banen gestegen. En het aantal banen in het middensegment stevig gedaald. Die segmentatie op de arbeidsmarkt hangt nauw samen met technologische ontwikkeling en offshore. Een deel van het werk dat traditioneel door werknemers in het middensegment van de arbeidsmarkt en in de dienstensector werd gedaan, is juist de afgelopen jaren geautomatiseerd of verplaatst naar het buitenland. Waar we in de jaren 70 en 80 vooral laaggeschoold en relatief zwaar werk zagen verdwijnen door verplaatsing of mechanisering, gaat het nu om de boekhouder, de procesbewaker, de productbeoordelaar. We zien de laatste maanden banen bij banken en verzekeraars, andere instellingen waar het vooral om direct klantcontact gaat, verdwijnen. Vervangen worden door contact via het internet. En daarmee lijkt de arbeidsmarktpositie van werknemers met juist een gemiddelde, middelbare opleiding onder druk te komen. Een aanzienlijk deel van het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan niet makkelijk verder worden geautomatiseerd of verplaatst naar het buitenland. Persoonlijke diensten, schoonmaak, verzorging, ook ambachtswerk, pakketbezorging.
Verwachting is dan ook dat juist werkgelegenheid in die beroepen de komende jaren toe zal nemen. We zien die trend niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De onderkant van de arbeidsmarkt die het eigenlijk al moeilijk had. Middenklasse die onder toenemende druk komt te staan. In Nederland heeft deze polarisatie zich nog niet zo sterk voorgedaan als in andere landen, maar ook bij ons staat de middenklasse onder druk. In Nederland groeide de werkgelegenheid van banen aan de bovenkant en onderkant van de loonverdeling met ruim 2% in de jaren 98-2010. En de werkgelegenheid in het midden daalde met 4,5% in die 12 jaar. Deze trends laten zien dat het extra moeilijk is, maar ook extra belangrijk, extra noodzakelijk, om fatsoenlijk werk met een fatsoenlijk loon voor iedereen als na te streven doel te formuleren. Veel economen gaan ervan uit dat er een uitruil bestaat tussen de hoogte van de welvaart en de verdeling daarvan. Hoe meer herverdeling, hoe lager de welvaart. En vaak wordt gesteld dat globalisering die uitruil nog verder verslechtert. Bedrijven kunnen immers kiezen in welk land ze zich vestigen. En dat zijn dan de landen met de lage lonen en een soepel ontslagrecht. En in die wereld moet je kiezen. Of je kiest voor werkgelegenheid, door lonen laag te houden en het arbeidsrecht verder te flexibiliseren. Of je kiest voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van lonen. Maar dan betaal je de rekening van de hoge werkloosheid aan de onderkant. Ik geloof dat de wereld niet zo somber hoeft te zijn. Een samenleving is meer dan een zero-sum game. En er zijn ook goede redenen om niet te stoppen met denken bij dit kruispunt dat ons wordt voorgehouden. In de eerste plaats klopt het niet. Niet met wat je internationaal ziet. Scandinavische landen, maar ook Nederland, combineren hoge mate van herverdeling met een hoge mate van welvaart. Ten tweede klopt het niet met wat internationale bedrijven zelf aangeven. Over hun motivatie om zich in een bepaald land te vestigen. Voor die bedrijven is een goed opgeleide bevolking, hoogwaardige infrastructuur, politieke stabiliteit vaak veel belangrijker dan de hoogte van de loon. Daarnaast, kwam al voor in het verhaal van Monica, groeit in Europa en de VS het bewustzijn dat een eerlijke inkomensverdeling cruciaal is voor het draagvlak voor economische ontwikkeling en op lange termijn positief kan uitpakken voor economische groei. Hoewel we economische groei dus ook weer moeten relativeren. Ik probeer even deze in ieder geval binnen te halen. Een recente studie van het IMF stelt bijvoorbeeld dat inkomensgelijkheid hand in hand gaat met snelle en meer duurzame economische groei en dat herverdeling daarbij niet negatief uitpakt. In de Verenigde Staten zien we dat te vergaande ongelijkheid ertoe kan leiden dat er te weinig geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld in het onderwijs van armere kinderen. Daardoor blijven talenten en kansen onbenut. Een sociale mobiliteit tussen generaties is in landen met een gelijkere verdeling, zoals Scandinavië en Nederland, hoger dan in landen met een scheve verdeling, zoals de Verenigde Staten. Vanuit dat perspectief wordt ook in de VS stevig gediscussieerd over de introductie van een wettelijk minimumloon. En in Duitsland is dat zelfs eindelijk een van de belangrijke voornemens van de nieuwe Große Koalition al daar. Volledige werkgelegenheid hoeft dus niet bereikt te worden door het afprijzen van de productiefactor arbeid. Wegwerparbeid kan niet onze toekomst zijn. Fatsoenlijk werk tegen fatsoenlijke betaling kan hand in hand gaan met het streven naar volledige werkgelegenheid. Dan moeten we wel aan de slag. Ten eerste is een giant leap nodig om de investering in menselijk kapitaal aanzienlijk te vergroten. Ten tweede moeten we de strijd aangaan tegen de parasieten van de arbeidsmarkt, die juist wegwerparbeid faciliteren, de malafide uitzendbureaus die illegale arbeid mogelijk maken, werkgevers die gebruik maken van schijnconstructies en zo ons stelsel ondermijnen. En ten derde moeten we de kosten en beslommeringen van het in dienst nemen van mensen sterk terugbrengen, zonder dat dat ten koste van de werknemer gaat. We zullen kortom een nieuwe, grotere en excellent opgeleide middenklasse moeten zien te creëren. Daarvoor moet het investeren in mensen en daarmee in de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats hoog op de agenda. Investeringen in onderwijs en leven lang leren zijn daarbij cruciaal. De afgelopen decennia zijn we daar ver mee gekomen. We hebben de kansen gepakt die handel en technologie boden. De mijnwerkers, turfstekers en tingieters zijn verdwenen, maar daar is ander werk voor in de plaats gekomen. Voor een steeds beter opgeleide beroepsbevolking. Het huidige kabinet bouwt daar voort. En daarom bezuinigen we niet op onderwijs. En er wordt 600 miljoen extra uitgetrokken voor onderwijskwaliteit en innovatie. Kwaliteit van leraren, extra onderwijstijd, beter technisch praktijkonderwijs, onderzoek en innovatie. Hoe verder we komen met het bieden van goed onderwijs, hoe dichter we bij het ideaal van volledige en volwaardige werkgelegenheid kunnen komen. Maar hoe belangrijk die stappen ook zijn, ze vormen het begin en niet het eindpunt van het vormen van die nieuwe en sterke middenklasse.
De behoefte aan hoogwaardig personeel, hoogwaardige arbeid, is niet één op één hetzelfde als een hoge opleiding. Juist ook technische vakmensen en ambachtelijke specialisten zijn cruciaal voor het draaien van die nieuwe economie. Beter onderwijs is dus nodig. Onderwijs is op de lange termijn het beste middel voor herverdeling. Voorkomen van schooluitval en onderwijsachterstanden zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen goed gekwalificeerd aan de arbeidsmarkt beginnen. En dat voorkomt dat er groepen achterblijven en werkloos worden met alle kosten van dien. Van redistribution naar pre-distribution, zoals ze in Engeland zeggen. De arbeidsmarkt is dynamisch en ook over 20 jaar zijn ongetwijfeld met grote stelligheid weer grote wijzigingen aan te kondigen op de arbeidsmarkt. We weten in ieder geval zeker dat de werknemers dan weer andere dingen nodig hebben dan nu. Dat betekent dat de arbeidsmarkt de persoonlijke ontwikkeling van mensen veel serieuzer moet nemen. Vergt serieuze investeringen door de werkgever in de toegevoegde waarde van zijn werknemers. Maar ook meer verwachten van werknemers zelf. De bereidheid en de inzet hebben om te leren, je aan te passen, te ontwikkelen. Alleen dan kunnen werknemers en bedrijven goed reageren op al die snelle veranderingen. En dat betekent ook dat werken moet blijven lonen. Dus een einde aan de armoedeval als je uit de bijstand aan het werk gaat of als je weer aan het werk gaat. En zo lees ik ook het WRR-rapport naar een lerende economie. Meer rendement uit scholingsfondsen. De aftrekbaarheid van gerichte investeringen bij het wisselen van werk. Inspanningen voor van werk naar werk trajecten. Allemaal manieren om te intensiveren en te investeren in het menselijk kapitaal. In plaats van mensen en al die dat vakmanschap en al die ervaring af te schrijven. Een beleid dat zich richt op lange termijn investering in menselijk kapitaal kan alleen succesvol zijn als de ondermijnende krachten worden bestreden. En die zijn er. De illegale constructies waardoor buitenlanders in Nederland voor 1 of 2 jaar te werk worden gesteld tegen arbeidsvoorwaarden ver onder cao. Korte termijn gewin voor werkgever, maar ten koste van de kansen op de arbeidsmarkt van Nederlandse werklozen. En bovendien ondermijnend voor de solidariteit en de ruimte om te investeren in de vaardigheden en kwaliteiten van personeel. Ook de korte termijn focus van financiële markten kan dat investeren in menselijke kapitaal in de weg staan. Ondernemingen die als hoofddoel hebben een bedrijf na 1 jaar of 2, 3 met zoveel mogelijk winst en schulden te verkopen, zal weinig oog hebben voor het investeren in de lange termijn scholing en duurzame inzetbaarheid van het personeel, terwijl we dat juist nodig hebben. Ook op het terrein van de internationale verhouding tussen kapitaal en arbeid is meer werk aan de winkel. Juist internationale ondernemingen betalen bijvoorbeeld vaak niet of nauwelijks vennootschapsbelasting. Ondermijning van het draagvlak van sociale voorzieningen. Ten koste van de ruimte voor investering in menselijk kapitaal. En het zorgt ervoor dat de productiefactor arbeid zwaarder belast wordt. Een gezamenlijke aanpak tegen belastingontwijking en ontduiking in Europa moet voor een eerlijker belasting van bedrijfswinsten gaan zorgen. En ook de zeggenschap van werknemers is minder goed geborgd in multinationals. Het blijft zaak om werknemers, zowel op de werkvloer als in georganiseerd verband, optimaal te betrekken bij beslissingen. Bijvoorbeeld over de topbeloningen binnen een bedrijf. Dat vormt een nuttig tegenwicht tegen de invloed van aandeelhouders die te sterk gericht kan zijn op korte termijn rendement. Beter onderwijs, de strijd tegen schimmige schijnconstructies en meer zeggenschap van werknemers. Maar toch is dat voor sommige groepen nog niet voldoende. Omdat de economische waarde voor werkgever lager is dan het wettelijk minimumloon. En daarom moet er worden nagedacht over manieren om de kansen ook van die mensen te verhogen, zonder te tornen aan de hoogte van hun minimumloon. Dat is de reden dat er een kwotumregeling voor arbeidsgehandicapten wordt ingevoerd. En dat er door premiekortingen voor werklozen en arbeidsongeschikte jongeren en ouderen geholpen wordt om mensen in dienst te nemen. Maar daar mag het denken niet stoppen. Tot 2005 bestond in Nederland de zogeheten SPAK, afdrachtskorting waardoor werknemers met een salaris tot 115% van het minimumloon goedkoper werden gemaakt voor werkgevers. De komende tijd wil ik inventariseren welke mogelijkheden er zijn om zo effectief mogelijk de werkgelegenheid aan de onderkant te stimuleren. De grote belastingherziening die in de lucht hangt, want iedereen heeft het erover, dus die zal er wel komen, moet vooral dat doel hebben. Werkgelegenheid voor die mensen die nu achter het net dreigen te vissen. Het streven naar volwaardige en volledige werkgelegenheid is een cruciale uitdaging voor de lange termijn. Zonder de korte termijn uit het oog te verliezen. Vandaag is mijn meest urgente uitdaging de aanpak van de crisiswerkloosheid. Jongeren, laag opgeleide, niet-westerse Nederlanders en mensen met een arbeidsbeperking zijn ook in Nederland het hardst getroffen door de crisis. En we hebben een hele reeks maatregelen genomen om daar wat aan te doen.
Ik noemde al de premiekorting. Met een aanpak jeugdwerkloosheid. Door samen met de vakbonden en de werkgevers in sectorplannen 1,2 miljard euro te investeren. Maar er is meer nodig. Maatregelen die de loonkosten aan de onderkant verlagen om zo meer banen te creëren. We moeten de motor van de Nederlandse economie weer aan het draaien krijgen. En dat is toch vooral het midden- en kleinbedrijf. En binnen het MKB is de vraag naar kapitaal groot, maar bedrijven krijgen vaak moeilijk maar geld bij de banken. Participatiemaatschappijen zijn vaak vooral geïnteresseerd in de grotere bedrijven. Daardoor komen veel MKB-bedrijven in financiële problemen en blijven noodzakelijke investeringen uit. Het is cruciaal dat voor MKB-bedrijven mogelijkheden komen om eenvoudiger aan kapitaal te kopen. Banken zouden de vastzittende vermogens hier goed voor kunnen inzetten. En bovendien moet het juist voor MKB-bedrijven goedkoper worden om mensen weer in dienst te nemen en met minder stress en rompslomp. Om de Nederlandse economie crisisbestendiger te maken, werken we aan strengere regelgeving voor banken en hypotheken om zo de volgende financiële crisis te voorkomen. Voor Nederland zouden ten alle tijde de woorden van Kennedy moeten gelden. A rising tide lifts all boats. De welvaartswinst wordt eerlijk verdeeld onder hen die door inbreng van hun arbeid of hun kapitaal daaraan bijgedragen hebben. Dit is de vrucht van voldoende investeringen in onderwijs, goede en eerlijke regels voor de arbeidsmarkt en maatschappelijke herverdeling. Internationalisering en technologische ontwikkelingen zijn een gegeven. Daar kan Nederland zich niet aan onttrekken. Maar we kunnen wel kiezen hoe we die ontwikkeling tegemoet treden. De afgelopen 20 jaar zijn we in Nederland als open economie die volop meedoet aan internationale handel en technologische innovatie in staat gebleken veranderingen te verwerken, de werkgelegenheid te doen toenemen en de resulterende welvaart eerlijk te verdelen. Het is verre van vanzelfsprekend dat dat opnieuw lukt. Omdat eerlijke inkomensverdeling economisch verdacht is gemaakt. Omdat economisch zelfvertrouwen is aangetast. En omdat de strijd om de arbeid is verhard in de Europese en internationale economie. Maar het is wel wat we aan onze stand, maar meer nog aan onze kinderen verplicht zijn. We staan voor de taak dat nu en in de toekomst te doen. En bij die belangrijke opgave kunnen we alle denkkracht gebruiken die het land in zich heeft. En denkkracht die hier vandaag in grote getale aanwezig is. Dus ik hoop dat u mij wil helpen bij het vormen van de gedachte om dat werkelijkheid te maken. En ik ga daartoe graag het gesprek met u aan. Dank voor uw aandacht.